Wat? Zijn jullie zussen? Oh mijn god. Ja, we zijn zussen. Dat is toch een grap? Nee, het is waar. Oké, maar jullie lijken niet eens op elkaar. Nou, het gaat dus zo. Onze ouders waren ook verschillend. De vader was een Morgan en onze moeder was een Haflinger. En toen waren ze wilde paarden, totdat we geboren waren. Toen we opgroeiden, dus toen we groot waren, beleefden we veel avonturen. Maar op een dag kwam John ons vangen. Nou, ons, eigenlijk onze ouders. Want Snowis en mij kregen ze niet, omdat ze onze ouders ons hadden beschermd. Maar John kreeg ze niet rustig in de stallen. Maar hij wou ze niet vrij laten, want anders zou hij ervoor schamen. Dus hij slachtte onze ouders. En alleen wij waren nog over. Totdat over een paar jaar hij weer op zoek ging naar wilde paarden. Hij vangde mij. En Snows en ik waren nooit meer gezien samen. Ik dacht dat Snows dood ging. Omdat ik dacht dat hij zou gepakt worden en ook geslacht zou worden. Maar goed, dus ik was bij de stallen totdat John me uit de stallen haalde. En jij uit de privéstal kwam. En toen zagen we elkaar. En toen weet je wel wat er gebeurd was. Maar Snows en ik hadden één ding afgesproken. En dat was, als we elkaar ooit kwijtraken, zou ik je nooit vergeten. Dat zouden we zeggen, als we diegene vertrouwden. En ja, jij was de eerste tegen wie ik het had gezegd. Zo, dat is een lang verhaal. Maar wauw, maar nu weet ik wel dat John erachter zit. Achter wat? Achter dat de paarden zo wil doen en zo. Ik weet niet hoe John het voor elkaar heeft gekregen dat hij Snowy en de andere paarden niet meer mensen willen vertrouwen. Wacht. Wou Snowy jou niet vertrouwen? Ja, soort van. Maar hoe heeft John Snows onder controle? Ja, dat probeerde ik dus uit te vinden. Maar ik moest eerst uitgoochelen wie het gedaan heeft. En dan pas kon ik pas uitzoeken hoe diegene het heeft gedaan. Ja, ik snap je. Wacht, nu snap ik je echt. Door mijn verhaal heb ik je informatie binnengekregen. Of John er echt iets mee te maken heeft. Ja, precies. Aha! Powergirl, we gaan naar huis en ik ga even goed nadenken wie er ook mee te maken had. Zo, ik ga je afzadelen en dan ga ik even nadenken wie het nog meer zou kunnen zijn. Het was eigenlijk een best wel leuke rit. Ja, inderdaad. Oké, ik heb je afgesteld. Ik ga nu eventjes nadenken, goed? Oké. Doeg, Power Girl. Doeg, dan ga ik ook even nadenken. En even uitrusten. Ja, daar zou ik gebruik van maken. Wie zou er mee te maken hebben? Ik weet het!
Ginny! Ik kan haar vragen of John haar iets gevraagd heeft. Power Girl! Ja, wat is er nou weer? Ik wou net slapen. Waarom staat de deur open? Omdat je die niet dicht hebt gedaan. Ik weet echt naar wie we kunnen gaan. Echt? Wie? Ginny! Ginny? Ginny? Wie is Ginny? Ginny is iemand die parcoursen maakt. Hoe kan zij ermee te maken hebben? Dat zeg ik later wel. Oké, maar hoe komen we langs John? Simpel, ik zeg dat we dit keer gaan trainen en dan zet ik jou in de trailer en zet ik jou de trailer in en dan gaan we stiekem naar Impona. Oké, let's go! Kom op, Power Girl. We gaan zonder zadel en zo, kom. Oké, wat jij wil. Niet bokken, by the way. Ga ik wel doen. Nee, Power Girl. Want dan vlieg je er lekker vanaf. Kan ik er iets aan doen? Ik hou van bokken. Shh, haal je mond. Oké, goed. Waar gaan jullie naartoe? Oh, ja, wij gaan trainen. Oké. Doeg, John. Doeg. Kom, Power Girl. Niet bokken! Nee, wat zei ik nou? Haha. Doe even rustig. Zo, we zijn er. Nu naar Ginny. En jij blijft stil, ja, Power Girl? Oké. Ginny, ik heb een vraagje. Ja, wat is er? Voordat ik de race ging doen met Snow Is, heeft John je iets gevraagd? Ja, hij zei dat ik het drankje in het water moest doen, zodat het water niet vervalde. Mag ik dat flesje eens? Ja hoor. Dit is gif voor paarden. Daarom kon Snow Is niet vertellen dat Power Girl en Snow Is ze... Veronica, niet zeggen! Oh ja, dit verklaarde alles waarom Snow Is zo raar deed. Maar hoe krijgen we dit uit het water? Ga naar John en verzin wat. Oké, dank je, Judy. Kom, Power Girl. Op naar John. Kom, Power Girl. Gaat het wel goed aflopen? Ik hoop het. Ik heb in ieder geval wel een plan. Wees, heb je geen plan. Sst. Hey, Veronica, hoe ging jullie training? Even denken. Ja, het ging goed. Totdat ik erachter kwam dat jij gif in het water hebt gestopt bij Ipona en jij hebt daarom Snow Is onder controle. En dit is het bewijs, John. Ik heb het flesje en als je nu niet snel een tegengif maakt, ga ik naar de politie. Nou, dit was dan weer aflevering 7. En jullie hoorden misschien ergens in het begin een beetje gestotter en ja, een beetje voorgelezen en zo. Maar dat was omdat de tekst zo lang was. Ja. Jali doet altijd de tekst zo veel te lang. Ja. En zonder punten ook nog. Klopt. Ik had zeg maar een script dus gemaakt en dat was helemaal zonder punten en zo en moest dat helemaal nog bewerken en er ging dus heel veel mis en moest het vaak nog opnieuw doen en ik zette Stella heel veel onder druk, sorry Stella. Ach, boeit het. Dus ja, het was een beetje, ja. Dus dat wou je even zeggen, dat misschien was dat stukje niet zo mooi. Maar Stella heeft heel hard haar best gedaan en ik ook. En we hopen toch dat jullie het een leuke video vonden.
Goed, nou hopen we dat jullie het leuk vinden, de paardentrainer. En ja. En zeker weten gaan kijken. Ja, en over... ja. Over wat? Nee, ja. Ik zal even al iets sturen. We zijn nu bij aflevering 7. En we hebben 10 afleveringen. Dus al 3 afleveringen te gaan. Veel zeg. Dat is niet zo heel veel of zo. Echt? Ja. Nou, hoe lang duren die 3 afleveringen? Lang zeker. Maar ja, ja. Maar ja. Je hebt altijd hele lange afleveringen. Ja, weet je, met het editen wordt het korter, hè? Dat weet ik. Maar toch, de hele tijd kwebbelen is toch ook niet leuk? Nee, oké. Maar goed. Dus, er komt, ik weet niet wanneer... Aflevering 8. Ja, aflevering 8 komt nog wel. En aflevering 9 en aflevering 10 ook. Maar, wat denken jullie hoe het gaat aflopen? Gaat het goed of fout aflopen? Ik zeg alvast dat het fout gaat aflopen, want Veronica's plannetje is slecht. Wat is dit nou weer zo onzin? Zeg dat Powercurl zelf! Ja, maar het is echt onzin wat jij zegt. Maar dat zegt toch Powercurl zelf? Jongens, ze vindt mijn plannetje gewoon onzin. Vindt Powercurl ook, dus ja. Nou ja, zeg. Nou goed, nogmaals. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ja, tot de volgende keer maar weer. Doei!